Sedert 240 jaar geleden in Nederland de temperatuurwaarnemingen begonnen, is de winter nog nooit zo zacht geweest. Wat dat betreft slaat deze alle records. Twee prachtige zondagen verlokten tienduizenden tot een wandeling in de nog kale natuur, die zich van wat lichte nachtvorst niets aantrok. De enigen die het daar een beetje moeilijk mee hadden waren de watervogels, van wie velen dit jaar helemaal niet op trektocht gingen of in december alweer terugkwamen. Dat krokussen tot de vroegbloeiers behoren is bekend, maar dat ze half februari al hun beste tijd gehad hebben, is nog niet eerder voorgekomen. De winter 74-75, die in heel Europa tot zelfs in Siberië zacht is als nooit tevoren, heeft hier en daar zelfs de bijen al doen uitvliegen op zoek naar honing. Deze wonderlijke winter, met temperaturen tot 15 graden boven nul, heeft tal van gewassen op hol gebracht. Kale bomen en heesters, nog zonder blad, al in bloei gezet. De bloesem heeft overigens geen verweer tegen strenge vorst. Zou die alsnog komen, dan zou dat voor sommige vruchtenkwekers schade kunnen betekenen. Maar momenteel overheerst toch duidelijk het plezier om de kleur en de schoonheid van de natuur, die zeker 7 weken vroeger is dan een jaar geleden.